Hoi, ik ben Johanna Nijthever en dit is mijn vlog. Hoi allemaal en leuk dat jullie weer kijken naar deze nieuwe video. In deze video heb ik voor jullie weer een nieuwe proefbespreking met Chimeur in de klasse M2. Deze proef heb ik dus gereden op de Noord-Hollandse kampioenschappen. En in deze proef hebben we dus 218 punten gehaald. Dus dat zijn 3 winstpunten. En ook waren we dus toen Noord-Hollands kampioen geworden en mogen we dus door naar het NK. Dus ik ben super blij dat ik natuurlijk Noord-Hollands kampioen ben geworden. Dus willen jullie nou de proef zien, moet je zeker natuurlijk even blijven kijken. En voordat we gaan beginnen, maak ik in deze video dus ook weer een nieuwe winnaarpakket. Maar dat doe ik aan het eind van de video, dus blijf zeker kijken. Veel kijkplezier! Nou, dan gaan we nu beginnen met de proefbespreking. AXC binnenkomen in arbeidsdraf. Hier hadden we een 7 voor, want we kwamen gewoon kaarsrecht binnen. C, linkerhand. Dan moesten we HK, middendraf, dus over de lange zijde middendraf vertonen. En daar hebben we dus een 8 voor gehaald en ja, deze ging ook wel echt heel erg goed. Dan moesten we FB, schouder binnenwaarts. En er stond bij buiten schouder begrenzen. En het klopt ook echt. Ik moest hier iets meer buiten teugel eraan. En daardoor werd hij ook wat onrustiger in de aanleuning. B, door een S van hand veranderen. Daar hadden we een 6 voor. En ja, hier werd hij dus ook wel weer wat onrustiger in zijn aanleuning. EH, travers. Daar hadden we ook een 6 voor. En er stond bij denk om lengtebuiging. En dat klopt ook. Hij moest iets meer buiging. Maar voor de rest was het wel gewoon goed. M, arbeidsstap. En hier hadden we een 6,5 voor. Omdat het gewoon een mooie vloeiende overgang was. B, afwenden. Tussen X en E, keertwending om de achterrand naar rechts. En hier hebben we dus een 8 voor gehaald. En ja, ik vind dat Chimeur een keertwending ook heel erg goed kan. Als ik hem ook gewoon op de goede manier rijd. En dan ja, komen dus eigenlijk gewoon geen fouten in. Dus deze was ja, echt gewoon heel erg netjes. En daardoor hebben we dus ook een 8 voor gehaald. B, linkerhand. Vijf meter voorbij C, keertwending om de achterrand naar links. En hier hebben we dus ook een 8 voor gehaald. Omdat deze ja, ook gewoon heel erg netjes was. En zoals ik net zei, kan Chimeur ook wel heel erg goed een keertwending rijden. En als ik hem goed rijd, ja, dan gaat hij dus ook eigenlijk altijd wel heel erg goed. MEK, van hand veranderen in uitgestrekte stap. K, arbeidsstap. Daar hebben we een 6 voor gehaald omdat hij te gehaast werd. En daar moeten we echt nog wel even aan werken. Want dat is eigenlijk hetzelfde als met halstrekken. Dan wil hij graag wel wat harder gaan. Maar dat mag natuurlijk niet. Dus daardoor stond erbij gehaast. En dat klopt ook. K, arbeidsstap. A, arbeidsglob links aanspringen. En hier hebben we een 8 voor gehaald. Omdat hij gewoon ja, heel goed bij mij bleef. En het was gewoon een nette overgang. FM, middengalop. M, arbeidsglob. Daar hadden we een 7,5 voor. En daar was ik wel heel erg blij mee. Omdat ik het thuis nog best wel moeilijk vond om hem goed terug te rijden. Maar hier ging het gelukkig heel erg goed. HB, van hand veranderen. In contragalop en doorgaan tot E. Hier hadden we een 7,5 voor. Omdat hij gewoon goed bij me bleef. Hij hield genoeg sprong. Dus het was ook gewoon heel erg netjes. E, arbeidsstraf. Daar hebben we een 7 voor gekregen. En H, arbeidsglob rechts aan springen. Daar hebben we ook een 7 voor gekregen. F, middengalop. F, arbeidsgalop. Daar hebben we ook een 7,5 voor gekregen. Omdat ik hem hier dus ook gewoon weer goed terug kon rijden. En ja, ik vond het zelf ook wel gewoon... ja, een nette oefening.
KB van hand veranderen en doorgaan in contra galop tot E. Hier hadden we een 7 voor, omdat misschien zagen ik net wel, had hij net een takfoutje. Als ik niet eerder been had gegeven, dan was hij dus terug naar het draf gevallen. E, arbeidsstraf. Daar hebben we ook een 7 voor gehaald. Hier was hij wel iets te vroeg. A, halt houden. Daar hebben we een 7 voor gekregen. En 4 passen achterwaarts, daar hebben we dus een 8 voor gekregen. Want dat kan Schumer heel erg goed, want hij stapt ook diagonaal over. En dat is ook de bedoeling, dus dat vind ik ook een fijne oefening om te rijden. FXH van hand veranderen en daarbij het paard de hals laten strekken. Daar hebben we een 6,5 voor gekregen. En daar waren Schumer en ik de afgelopen weken heel erg druk mee bezig om dat goed voor elkaar te krijgen. Omdat hij daarin ook dus wel weer heel graag wou versnellen. Maar gelukkig ging het hier al wel beter dan voorop thuis. MXK van hand veranderen, uitgestrekte draf. Daar hebben we ook een 8 voor gekregen. En deze ging ook echt weer super goed. Hij bleef goed bij me met terugrijden. En ja, hij bleef gewoon, ja, gewoon heel soepel in zijn mond. A, afwenden. En X halt houden en groeten. Daar hebben we ook een 8 voor gekregen. En dit was dus mijn proef met Superchamp. Zo, jullie hebben dus net de proefbespreking van knappe Superchamp gezien. Ik was dus heel erg tevreden over hoe deze proef ging. Eigenlijk was dit wel echt een, ja, foutloze proef. Er zaten een paar rommeltjes in. Maar voor de rest was ik dus echt heel erg tevreden over deze proef. Dus ik hoop dat ik deze proef ook op het NK kan neerzetten. En wat ik dus al aan het begin van de video zei, is dat ik dus in deze video weer een nieuwe winnaar bekend ga maken van de winactie. En eerst zal ik dus wel even de winnaar vertellen. En daarna ga ik dus pas kijken wat er in het zakje zit. Want ja, dat is dus natuurlijk voor iedereen nog een verrassing. Maar als eerste winnaar, en dat is geworden, Isabella van der Valk. Gefeliciteerd! Jij krijgt dus het super toffe cadeautje wat hier dus in zit. Maar ja, we weten natuurlijk nog niet wat het is. Maar als jij dus hebt gewonnen, wil je dan met mij contact opnemen via Instagram, Facebook of via mijn e-mailadres. Die zet ik hier wel even in beeld. En natuurlijk ook onder in de beschrijving. En nu ben je denk ik al heel erg benieuwd naar wat je gewonnen hebt. En ik eigenlijk ook wel. Dus ik ga hem even openmaken. Ja, ik heb hem. Oké. En wat het is geworden, jij hebt het verwenpakket van Hippo Support geworden. En dat is super lekker om je pony lekker te verwennen, lekker schoon te maken. Dus heel erg veel plezier ermee. Dus wil jij zo gauw mogelijk met mij contact opnemen, want dan kan ik dit super toffe pakket van Hippo Support naar jou opsturen. En oh ja, zakje 5 en 6 en nummertje 10 zijn er nog. En nummertje 10 ga ik dus pas vertellen bij de 10.000 abonnees. Dus daar kan je nu wel aan meedoen. Maar eerst dus nog voor de 10.000 abonnees ga ik dus eerst nog zakje 5 en 6 onthullen. Maar zakje 10 komt dus vast bij de 10.000 abonnees. Dus blijf zeker allemaal snel doorabonneren. Kies je zakje nog hieronder. Dus je kan nog stemmen op zakje 5, 6 en 10. Dus doe dat zeker als je nog niet gewonnen hebt. Dus ik hoop dat jullie dit weer een leuke video vonden. Vergeet dan zeker geen blauw duimpje omhoog te doen. Bedankt voor het kijken. Doei! Dit was het. Tot de volgende keer. Vergeet hieronder niet te abonneren.